Zo, welkom terug allemaal. Vandaag een woordje over macrofotografie. Eigenlijk een introductie tot macrofotografie. Eerst en vooral, wat is macrofotografie? Dus macrofotografie is het fotograferen van heel kleine onderwerpen. Denk aan kleine planten, insecten, producten ook, productfotografie. Kleine details. En die zodanig groot in beeld brengen dat die eigenlijk het beeld gaan vullen. Technisch spreken we van macrofotografie van zodra dat je met een vergroting zit, waarbij dat 1 centimeter in werkelijkheid overeenkomt met 1 centimeter op je negatief of op je sensor als je digitaal werkt. Dus dat betekent dat als je een lat zou fotograferen en je brengt daarbij de schaalverdeling in beeld, dan zou die 1 centimeter, exact 1 centimeter, op je filmmateriaal zou moeten zijn of op je sensor. Dat is een reproductiefactor van 1 op 1. En van zodra die reproductiefactor groter is dan 1 op 1, groter of gelijk aan, spreken we van macrofotografie. Nu, om die vergroting te verkrijgen heb je een speciale lens nodig. Dit is een voorbeeld van een Nikon lens, een Nikon macro lens. Dat is een lens die heel specifiek gemaakt is voor macrofotografie. Het is een 105 mm brandpuntsafstand, dus opnieuw, dit is een vaste brandpuntsafstand. Je hebt ook zoomlenzen die als feature macro instellingen hebben, maar die zijn qua kwaliteit niet te vergelijken met dit type heel specifieke lenzen die echt gemaakt zijn voor macrofotografie. Verder is het maximale opening van 2.8. Dit is een lens die als je die nu nieuw zou kopen, kost die rond de 900 euro, als ik mij niet vergis. Het is al wel een recentere versie van deze, het is al een iets oudere versie. En die is echt opgebouwd om, dus je ziet dat daar heel grote lenselementen in zitten die een vergrotende factor hebben. En die is zo opgebouwd dat je eigenlijk aan de schaalverdeling, hier kan ik het aflezen, ik kan tot net iets meer dan 30 centimeter op mijn onderwerp werken. Dus ik kan heel dicht op mijn onderwerp naderen om die vergroting te realiseren. Nu, zoals gezegd, het is al een vrij dure lens. Er zijn ook een aantal alternatieven om toch aan macrofotografie te kunnen doen zonder dergelijke dure lenzen te moeten aanschaffen. Een van de alternatieven is het gebruik van voorzetlenzen. En dat werkt eigenlijk heel gelijkaardig aan de UV-filters en dergelijke meer, van die lenzen die je hier bovenaan opschroeft. En dit is nu een UV-filter, maar zo heb je ook filters die eigenlijk al een vergrootglas werken, waardoor dat je een normale lens, dus pak een eenvoudige standaard 50 mm lens om maar iets te zeggen, je schroeft die daarop en je creëert daardoor een macro-lens. Nu, doordat je daar een extra lenselement aan toevoegt, krijg je kans op reflecties, ga je ook aan scherpte gaan verliezen, misschien ook wel lichtsterkte verliezen en dergelijke meer. Dus altijd door het toevoegen van lenselementen ga je altijd kwaliteit verliezen. Zelfs al koop je heel dure, want je hebt die filters in verschillende prijsklassen en van verschillende merken en dergelijke meer. Zelfs al koop je een heel dure voorzetfilter, zelfs dan nog krijg je kwaliteitsverlies. Het verschil is gewoon dat vaak bij de duurdere, dat er toch bepaalde coatings gebruikt worden, waardoor dat die kwaliteitsverliezen worden beperkt. Maar er is dus nog altijd kwaliteitsverlies. Dus dat is één optie. Een andere optie is dat je ook een tussenstuk kunt gebruiken, waardoor dat je een normale lens omvormt tot een macrolens. Eigenlijk een tussenring, wordt dat vaak genoemd, is eigenlijk heel fel vergelijkbaar met de adapters die je tegenwoordig kunt kopen om systeemcamera's te gebruiken met lenzen die bedoeld zijn voor spiegelreflexcamera's. Omdat een spiegelreflexcamera een grotere registerafstand heeft, dus een grotere afstand tussen de sensor die hier ergens zit en de lens. Bij een spiegelreflex is dat groter dan bij een systeemcamera, omdat er hier een spiegelhuis in verwerkt zit, dus er moet een spiegel voorkomen. Bij een systeemcamera is die spiegel daar niet nodig, dus dat betekent dat de bevestiging daar veel dichter op zit. Dan kun je een tussenstuk kopen, waardoor je die afstand overbrugt en dan kan dat tussenstuk tegelijk ook een omvormer zijn, waarbij dat aan de ene kant wel bijvoorbeeld, om nu een systeemcamera op te noemen, Sony Alpha serie, aan de ene kant de Sony mount heeft en aan de andere kant dan de Nikon mount heeft, waardoor dat je eigenlijk Nikon lenzen kunt gebruiken op Sony camera's. Vergelijkbaar heb je ook adapters die je hier tussen kunt plaatsen, waardoor dat deze lens ook een vergrotende factor krijgt en waardoor je die dus als macro lens kunt gaan gebruiken. Dus dan kun je eenvoudige lenzen, de lenzen die daar goed voor geschikt zijn, zijn zo typische standaardlenzen zoals 35 en 50 mm lenzen, dit type lenzen. Ik weet dat Canon onder andere heel specifieke tussenringen heeft met als doeleind macrofotografie.
Omdat je in dat geval gewoon een ring ertussen plaatst, krijg je geen kwaliteitsverlies door verschillende glaselementen die er extra bij komen. Maar omdat je die afstand vergroot, ga je wel nog altijd een klein beetje lichtopbrengst verliezen, dus al een aantal stops verliezen op dat moment. Dan is er nog een laatste optie en dat is eigenlijk ook aan de hand van een ring, een adapterring, maar dan ga je lenzen gaan omkeren. Dus dan ga je bijvoorbeeld ook 35 of 55 mm lenzen ga je hierop gaan bevestigen, die je dan zo er kan opschroeven. En dan krijg je ook opnieuw een vergrotende factor omdat die lens omgedraaid is. Maar het is wel zo dat je eigenlijk alle automatisering verliest van communicatie tussen de lens en de body. Om de eenvoudige reden dat die punten hier zitten op deze kant. Dus als je dit omdraait, dan kan die body niet meer communiceren met die lens. Dat betekent dat je geen autofocus meer hebt op dat moment. En je hebt ook geen automatische belichting niet meer. Je moet dus manueel gaan scherpstellen en je moet je belichting manueel instellen. En dan aan de hand van de diafragmaring op de lens het diafragma manueel gaan instellen. Hetgeen dat normaal gezien via die contactpunten automatisch gebeurt. En dat zijn de voornaamste opties als we spreken over macrofotografie. Het alternatief is dus een echte macrolens aanschaffen. Dus als we het over macrofotografie hebben, dan is er aan de ene kant de investering van de lens. Nu, als je wil experimenteren met macrofotografie, dan zou ik aanraden om eerst een van de goedkopere opties uit te proberen, zoals de voorzetlens of de adapterring. En dan pas als je zeker bent dat het iets is wat voor u goed werkt, pas dan echt over te schakelen op de aanschaf van een duurder specifieke lens. Je kan eventueel ook een echte macrolens huren voor een dag bijvoorbeeld, om na te gaan of het echt iets voor u is. Een andere investering die ik wel zou doen, en die niet alleen voor macrofotografie zeer handig is, is de aanschaf van een goed statief. Een goed statief is dan vooral een statief, het hoeft niet super duur te zijn, maar het moet wel stevig staan. Dus het moet een klein beetje gewicht hebben. En als je het recht volledig, de poten volledig uitschuift en je camera erop zet, dan moet het je camera kunnen dragen en natuurlijk niet in de wind staan wiebelen, want anders heeft het weinig functie. Want hele goedkope, plastieke dingen die op de markt zijn, zijn eigenlijk gewoon echt niks waard. En probeer vooral, experimenteer. En bekijk voorbeelden. En dan beloof ik u binnenkort een tweede deel te maken rond macrofotografie, waarbij ik meer zal vertellen over de specifieke instellingen die we kunnen gebruiken voor macrofotografie. Dus dan gaan we over diafragma, sluitertijd en ISO-waarde gaan spreken. Opnieuw, ik weet het. Maar dit keer heel specifiek voor macrofotografie. Dus in die zin zal het wel iets anders zijn dan de onderdelen over belichting en de instelling die ik eerder al heb besproken. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende.